Oké, jongens, het is weer tijd voor een nieuw verhaaltje. Vorige week had ik een video geüpload dat Jantje zijn hond, Cricket, even een dikke drollo liet in het park. Dus ik zat een beetje door die comments heen te scrollen van jullie en die waren echt geweldig. Dus ze gingen eigenlijk allemaal over drollen. En toen kreeg ik in één keer een flashback naar iets wat me afgelopen maand was gebeurd. Vervogeljongen, yeah yeah. Bij ons om de hoek heb je een veldje en dat veldje is echt een hotspot voor honden. En wat krijg je als er honden zijn? Inderdaad, hondendrollen. Dat hele veld ligt vol met hondendrollen. Zoveel dat er zelfs gratis zakjes worden uitgedeeld en de vuilnisbak volledig uitpeilt. Het lijkt wel een oorlogsgebied. Kijk uit de mijnendrol. Waar? Dus vandaar de naam. Het hondendrolparadijs. Nou, ik kom dus 's avonds thuis. Het was na 12, want ja, het was best wel gezellig bij Mikey. En ik zat nog in de auto en er lag een doos met papieren van Nikita's werk. En ik dacht, weet je wat? Laat ik eens even een goede vriend uithangen. Ik neem die doos mee naar binnen. Maar die doos was pittig groot. En ik had zelf ook nog spullen bij me. Dus het was aardig onhandig. En er stond al zo'n windje dat je dacht van, dit zou nog wel eens fout kunnen aflopen. Maar net toen de wind ging liggen, dacht ik, ik sla mijn kans. Maar nee, toch niet. Een dikke windvlaag. En dan kun je denken, een klein papiertje, toch niet zo erg. Maar juist die kleine papiertjes, hè, dat zijn van die papiertjes waar je dan telefoonnummers op schrijft. En wat nou als een telefoonnummer is van een hele belangrijke klant? En ik hoorde het Nikita al zeggen. Je moest die doos ook gewoon laten liggen in de auto. Oh nee. Dus ik waggel onhandig met die doos in mijn hand achter het papiertje aan. Maar ja, het was te laat. Hij landde vol in het gras. En het was pikkie donker, dus ik kon niet goed zien of er een drol lag. En op zo'n moment kun je twee dingen doen. De voettraptechniek. Zit alleen wel je hele schoenprofiel vol met schijt als er een drol zal liggen. Of je kiest ervoor om gewoon met je vingers te pakken. En ik moest natuurlijk weer voor de laatste gaan. Dus ik leun voorover, valt bijna alles uit die doos. Ik hou hem nog net recht. En ik weet niet wat er met me aan de hand was. Misschien had ik te veel friesties op. Zou kunnen. Maar ik grijp dus echt volledig naast het papiertje en schuif zo mijn vinger in een dikke drol. Met mijn duim in een dikke drol. Met zijn duim in een dikke drol. En ik pak dat papiertje. Ik denk, oh nou hebben we in ieder geval wel een papiertje gered. Staat er gewoon helemaal niks op. Nee. Jongens, dat was hem dan weer. Abonneer. En doe even een poepduimpje omhoog. Met zijn duim in een dikke drol. Met mijn duim in een dikke drol.